Hallo, ik ben Koen en in deze serie bezoek ik tiny houses door heel Nederland. En de meeste tiny houses kun je wel vervoeren, maar dat is niet zo makkelijk. Maar dit tiny house van Arnam en Anne, die kun je heel makkelijk vervoeren. Het is namelijk een busje. Ik ben heel benieuwd hoe het is om in een busje te wonen, want dat is echt tiny. Hallo. Hey, hallo. Kunnen wij gewoon naar binnen komen? Ja, je moet oppassen. Iedereen stoot zijn hoofd. Vet joh. Nou ja, normaal vraag ik aan mensen, doe een rondleiding. Volgens mij hoeven wij niet echt op te staan. Doe een rondleiding. Ja, we kunnen wel even een soort van rondleiding doen. Dit is de tafel en de twee banken. Die hebben we bijna nooit op. Want we hebben bijna altijd het bed. Dus dit kan je naar beneden doen. Kussens kan je zo schuiven en dan heb je hier het bed. Dus meestal zitten we daar gewoon en eten we gewoon op het bed en zo. Kijk, ja, je hebt daar gewoon allemaal kastjes met ruimte. Dus handdoeken zitten daarin. Een soort van badkamerkastje. Creatieve dingetjes. Hieronder hebben we nog bakken zitten. Dus waar je nog dingen in kan doen. In. De kledingkast. Ah, een gitaar, elektrische gitaar, ukulele, basgitaar. We hebben microfoons en standaards. Twee speakers, die zitten onder in de bakken. Saxofoon, dwarsfluit. People always say, home is where the heart is. Oh, that sounds cliché. I would rather say, home is where you park it. I wonder where we're sleeping today. Hoe zijn jullie in een busje terechtgekomen? Het was 2016 en we waren net getrouwd. Net de studies afgerond. We hadden allebei wat werk, een appartementje in Zutphen. En op een gegeven moment dachten we van ja, is dit het nou? Of zo. Je kan dan al helemaal zo zien hoe je leven dan, weet je wel, als je het gewoon laat gaan, hoe dat dan gaat. En we hadden gewoon echt het gevoel van ja, volgens mij kunnen we er gewoon meer uithalen. Het idee om in een busje te wonen vonden we allebei gewoon spannend. Dachten we van oh, dat lijkt ons wel cool. Gewoon avontuur beleven, weet je wel. Ja, dat zijn we gewoon gaan doen. Toen gingen we dus op Marktplaats kijken naar advertenties voor. Ja, het maakte ons eigenlijk niet uit welke bus. Maar toen zagen we deze bus en toen dachten we wow. Dus uiteindelijk hebben we €2100 betaald of €2200. En vrij goedkoop voor zo'n busje eigenlijk. Ja. En hadden jullie enig idee van of het een goede motor had of hoe dat technisch werkt? Mijn vader die zei echt van nee, dit zijn afzetters, dit moet je niet doen. Ze waarschuwden ons ook echt van ja, jullie komen Nederland nog niet eens uit met die bus. En je moet spanbanden aan de binnenkant van de deuren doen, want 's nachts gaan ze inbreken of mensen gaan met gas in je bus spuiten. En dan halen ze alles leeg. En dus we waren best wel zo van oh, weet je wel. Maar ja, weet je, uiteindelijk, als je daar allemaal naar luistert, dan ga je niet weg. Many times we've heard, there's no place like home, but nobody gets hurt by traveling the world. Home is where you park it, so we can be as free as a bird. Nou ja, hier hebben we dan twee pitjes waar we koken. Hier is een koelkastje. En een gasfles daarachter. Die gebruiken we voor het koken, die gebruiken we voor de koelkast en voor de kachel hier. Oké, ja. Wat kost het nou zo per maand om dit leven te leven? Ik heb eigenlijk geen idee. We hebben geen idee, want we houden dat ten eerste niet bij, maar... Kijk, we hebben natuurlijk wel gewoon een zorgverzekering en dat soort dingen. Een paar vaste lasten, mobiel en dat soort dingen. Maar om echt zeg maar dit leven te leven heb je alleen diesel nodig en eten. Je hoeft dus niet op campings te staan. Je hebt ook een app, dat heet Park for Night. En daar staan heel veel soort van gratis plekken op waar of camperplaatsen of zeg maar zoiets. Dus dat gebruiken we ook veel. En het ligt er natuurlijk ook aan als jij 3 maanden lang op één plek staat, hoef je geen diesel te betalen. Ik bedoel, wij kunnen gewoon in principe rondkomen van muziek maken op straat. Ja. Jullie verdienen dus jullie geld met muziek maken op straat. Ja. Hoe doen andere mensen dat die geen muziek maken? Ja. Voor jullie is het makkelijk praten bijna. Ja, je kan van alles verzinnen. Je kunt van alles verzinnen. Tegenwoordig kan je ook heel veel werk doen gewoon online, weet je wel. Mensen die maken gewoon handgemaakte spulletjes, van die fruitnetten en zo. Je moet gewoon creatief zijn en proberen je talenten te gebruiken. En dan vindt dat wel een weg, denk ik. We're driving on like a rolling stone, but we never feel alone. Home
is where you park it. I wonder where we sleep in today. Ja. Oh, ja. Dit is dus de voorkamer. Ja. Ja. Dit is de motor. Dit is de motor, ja. En dit is ons huisdier. Hoe heet die? Geitie. Maakt ook heel veel herrie. Dus ja. Wij rijden ook met oordoppen in. Oké, okay, ja. Serieus? Ja, dat is echt wel hard. En waarom staan jullie eigenlijk op precies deze plek? Nou, weet je wat het is? Het is een beetje, hè, home is where you park it. Dus je zoekt gewoon, je bent eigenlijk altijd op zoek naar een plek waar je kan staan of waar je kan overnachten. Ja. Dus ja, we vonden dit eigenlijk wel een leuk plekje. Gewoon lekker niemand, zeg maar. Ja, dus eigenlijk zijn jullie gewoon illegaal dus. Ja, een soort van. Oké. Okay. Nou kijk, er stond geen bordje van, oh je mag hier niet komen, dus. Nee, ja, precies. En waar moesten jullie het meest aan wennen toen jullie dit leven begonnen? Ik denk eerst de no plans. Ik was gewend dat je gewoon, nou ja, minimaal 5 afspraken op een dag hebt of zo, weet je wel. Dus je weet altijd, oké, morgen moet ik dat doen en dat doen en dat doen. Dan in één keer valt alles weg. We hebben echt, denk ik, geleerd om dat te omarmen. Mensen vragen dan, wat doe je dan de hele dag? Wat doe je dan? Ja, je bent gewoon bezig. Je bent gewoon bezig met. Met leven. Met leven, met mensen praten, met eten koken. Je bent zo gewend om met een bepaald soort stress of zo te leven. En dat valt dan gewoon langzaam helemaal van je af. En toen dacht ik echt, oh, zo chill. Dat is echt. Dat gun ik iedereen. Ja, er zijn ook natuurlijk minder leuke dingen aan dit leven. Ik bedoel. Ja, als het regent of zo, is het bijvoorbeeld niet dan zo. Dan zit je een beetje opgesloten in je bus, want het is toch wel echt heel fijn om buiten te leven. Dat is nog meer een nadeel. Nou, dat je ook niet altijd op een mooie plek staat. Ik bedoel, het klinkt allemaal misschien wel heel romantisch en we staan veel aan de kust en mooie plekken, maar ja, soms sta je gewoon op een hele suffe parkeerplaats. Welkom. Ik ben er wel een beetje verliefd op geworden. Hij heeft ook een naam. Hoe heet Barry hij? Heet hij? Barry. Ja. Barry. Barry. Hij heeft het ook koud, dat zegt hij soms ook, weet je wel. Kraakt hij dan of zo? Ja, nou ja, dan maakt hij gekke geluiden en dan hebben wij zoiets van, we moeten weer naar het zuiden. Begint hij al aan te geven dat jullie weer naar het zuiden moeten? Ja. Ja. Waarschijnlijk gaan we over 2 weken weer rijden. Waar is jullie badkamer en wc? Ja, wc, die zit er wel in. Echt? Ja, gewoon zo'n portapotti, zo'n camping toiletje. Dus je hoeft s'avonds de camper niet uit? Nee, maar daar plassen we alleen in. Ja, snap ik. Ja. En de douche die is soms hier, soms daarachter. Weet je, dat weet je nooit. Maar het is niet in de bus. Nee. Dat hebben we niet. Dus je was je gewoon met water? Ja. Ja, in het buitenland heb je vaak van die grote flessen water en die vullen we dan. En dan maken we gaten in het dop of zo. Dan hou je het zo boven elkaars hoofd en dan kan je even je haar wassen. Of op het strand heb je ook vaak douches of zo, dat je even kan afspoelen. Of in de zee. Ja. We're driving home like a rolling stone. But we never feel alone. Home is where you park it. I wonder where we sleep today. Oh, I wonder where we sleep today. Ik weet niet of je het kan zien. Maar er zit een zonnepaneel. Oké. Okay. Die kunnen we ook nog klappen. Zo op een hoek van 30 graden ontvang je wat meer zon. Kunnen jullie genoeg zon opvangen om alles van te doen wat jullie nodig vinden? Hebben? Ja. Ja. En wat kun je dan bijvoorbeeld niet doen? Stofzuigen. Maar ja, dat hoeft toch niet. Een waterkoker of zo? Of een, ja. Dat zou niet kunnen, dat vraagt te veel. Maar wel laptop opladen, mobiel opladen, oké. Okay. Ja. Ik heb zelfs een klein blendertje of zo, dat doet het ook. Of een steltang of zo, dat kan wel. Ja. En jullie hebben een accu? Ja. En zijn er positieve dingen die jullie van tevoren niet hadden verwacht van dit leven wat jullie nu gekozen hebben? Ik denk heel veel. Ja, maar ik denk het positieve deel echt is voor mij het contact wat je hebt met mensen en vooral de tijd die je hebt voor mensen. Ja. Ja. Dat had ik nooit zo verwacht of zo. Ik had niet zo verwacht dat er zoveel mensen dit deden. En dan komen er steeds meer. Omdat het ook gewoon een hele fijne manier van leven is, denk ik. Wat zie je hier dan? Wat is dit? Dit is een tekening. Ja, gewoon, we hebben gewoon getekend wat allemaal. Gewoon alle avonturen, alle plekken. Dus hier, daar begin je bij Frankrijk, Spanje. Hier heb je Malaga. En welke landen zouden jullie hier nog aan toe willen voegen?
Ja, maakt ons niet zoveel uit eigenlijk. Dat is niet hoe we reizen eigenlijk. Hoe reizen jullie dan? Nou, wij reizen eigenlijk gewoon met... Tenminste, we zijn weggegaan met het idee van... God helpt ons, we zijn gelovig. En we hadden zoiets van... God moet ons maar zeggen waar we heen moeten. En welke plekken we heen moeten. En welke mensen we gaan ontmoeten. Dus het was echt een verrassing voor ons wat we zouden gaan doen. Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die nu kijken... die dat gek vinden dat je in vertrouwen op God in een busje gaat reizen. Hoe kun je dat uitleggen aan iemand die niet zo denkt? Voor ons was het ook spannend. Dus het is niet dat wij dat altijd van nature al deden. Het is gewoon een proces geweest. Het is voor ons een proces geweest dat we gingen en dat we best wel angstig waren, wat Anna al zei. En doordat je gewoon bijzondere dingen meemaakt, dat God op bijzondere manieren voorziet, krijg je dat vertrouwen steeds meer. En kunnen jullie een voorbeeld geven van een moment waarop jullie dachten van ja, dit kan geen toeval zijn? Ja, op een gegeven moment waren wij in Malaga in Zuid-Spanje en we hadden bijna geen geld meer. Ik maakte me echt een beetje zorgen dat ik dacht, ja, we moeten wel eten kunnen kopen, weet je wel. Dus nou, we gingen op straat spelen en het ging allemaal heel moeizaam. Mensen die liepen gewoon ons dronken voorbij en echt zo. We hadden wel iets geld opgehaald, maar nou, niet genoeg, zeg maar. En toen, de volgende dag, toen gingen we een keer naar een kerk, want we waren al nou, 4 maanden of zo niet naar een kerk geweest. En toen kwamen we daar en toen hebben we daar ook een liedje gespeeld. En toen na afloop kwam er dus een man naar Arnhem toe en die zei van, het was bijna kerst. En hij zei van, nou, heb een fijne kerst met je vrouw. En hij stopt zo 100 euro in zijn zak. En zij wisten niet dat wij in geldnood zaten. Vervolgens, die pastor die was 90 geworden, dus ze nam ons mee het lunchen. Na het lunchen ging ik even naar de wc en toen kwam er een vrouw naar Arnhem toe en dus ze zei van, ja, ik heb gewoon heel erg het gevoel dat God tegen me zegt dat ik dit aan je moet geven. En zij geeft hem ook 100 euro. Gewoon 2 uur later. Dat was voor ons echt geen toeval. En ja, ik denk wat voor ons gewoon heel gaaf is, dat voor ons God hierdoor heel concreet is geworden. Waar mensen misschien denken van, ja, God, het is allemaal zo vaag of zo. Dat we gewoon heel bewust zeggen van, oké, God, we willen u vertrouwen en we hebben nu niks. Maar we geloven dat u voorziet. En dan gebeuren gewoon dit soort dingen. Omdat je ook echt in afhankelijkheid moet leven, zeg maar. Ja. Ja, dit is nog maar één verhaal, weet je wel. Dat is gewoon 2 jaar lang is het gewoon, zijn dat dit soort verhalen. Dus dat is gewoon voor ons heel, heel bijzonder. Voor de mensen die de droom hebben, maar niet durven om in een busje te gaan leven, zo tiny. Wat zouden je dan die mensen kunnen vertellen, als tip mee kunnen geven? Gewoon dat gaspedaal indrukken. Gewoon gaan. Gewoon gaan. Echt gewoon gaan. En niet de beren op de weg zien. Want zodra je dat gaat doen, dan ga je uiteindelijk niet. En het is heel grappig eigenlijk. Want als je mensen vraagt van, wat is het leukste tijd van het jaar? Dan zeggen ze meestal de vakantie. Mm-hmm. En dan gaan ze met een camper of met een caravan op een camping staan. En dan ga je dus eigenlijk weg van al je luxe. Die je eigenlijk hebt in een huis. Maar dat is toch de leuke tijd van het jaar. En dan denk ik, maar waarom is het de leuke tijd van het jaar? Omdat je met z'n allen bij elkaar zit. En je hebt gesprekken en je bent gewoon dicht op elkaar. En ik denk dat we dat een beetje verloren zijn in Nederland. Want we zijn zo druk en we zijn overspannen en depressief. En het is gewoon zo fijn. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Ik vond het zelf heel leuk. En het leuke is, ik mag een cd verloten onder de mensen die liken, reageren en abonneren. Dus doe dat. En wie weet maak je dan wel kans op deze cd. Er staan echt hele mooie liedjes op. Dus, en er staat ons nog 1 ding te doen. Namelijk de bus uit de modder halen.